Tijdens deze maand van de mantelzorg worden mensen die de zorg van een familielid of een andere naaste op zich hebben genomen in verschillende plaatsen in Nederland eens uitgebreid in het zonnetje gezet. Zo werden mantelzorgers uit Duiven en Westervoort donderdag getrakteerd op een dagje uit in Burgers' Zoo in Arnhem. Ja, nou deze dag is dus voor mantelzorgers. Mantelzorgers hebben in het dagelijks leven. Het is heel dankbaar werk, maar het is vaak ook, kan het heel zwaar zijn, ook emotioneel, soms ook fysiek. Dus wij zochten naar een plek waar mensen echt ontspannen en echt een dagje uit zijn. En toen kwamen we op de dierentuin. Wat voor leeftijdscategorie praten we over met mantelzorg? Want ja, je hebt de kinderen, maar de volwassenen ook natuurlijk. Je hebt mantelzorgers van alle leeftijden. We hebben ook een project van jonge mantelzorgers gehad. Dat was op het Candea. Die jongeren kregen als waardering een bioscoopbon. Nu zijn er met name volwassenen, ja, van alle leeftijden. Hoe word je nou mantelzorger? Ja, mantelzorg, dat overkomt je. Dat neem je niet voor. Zoals vrijwilligerswerk, daar kies je voor. En mantelzorger kan je van op de een op de andere dag zijn. Of dat word je langzamerhand. Dat je de zorg voor je naaste, extra zorg voor je naaste hebt. En naaste, dat kan zijn een buurvrouw, een buurman, maar ook je ouders, kind. Alle zorg die wat meer is dan de normale zorg, de extra zorg. Als wethouder bent u hier en u heeft de mensen welkom geheet. Ja, dat klopt. En het is natuurlijk een hele bijzondere plek, Burgers' Zoo, om diegenen die een heel jaar actief zijn als mantelzorger, sommige mensen doen dat 24 uur per dag, om ze hier welkom te heten. Want het is leuk om met elkaar ervaringen uit te wisselen en een dagje ontspannen is door een dierentuin heen te lopen. En het is ook heel erg leuk als je kijkt naar het gezelschap, want ja, ik kwam mijn oude buren zelfs tegen, dus wat wil je nog meer? Wat dat betreft... Is het gewoon leuk om deze dag te openen en daar ook weer iedereen met elkaar in contact te brengen. Hoe wordt een kind mantelzorger? Ook in dat gezin. Of spring bij de buren. Of wordt op een andere wijze geconfronteerd met een vriendje wat een tijd lang hulp nodig heeft. Dus en we vergissen ons wel eens, want het is toch een behoorlijk aantal waar we eigenlijk over spreken. En een heleboel mantelzorgers willen het eigenlijk ook niet echt weten dat ze mantelzorger zijn. Ze doen dat vanzelfsprekend en springen bij. En van daaruit is het heel erg belangrijk dat we diegenen die dat willen ook graag bij zo'n dag als vandaag uitgenodigd worden. Nou zijn mantelzorgers er niet zo trots op, dus een verkeerde woordkeus, maar ze lopen er niet mee te koop van ik ben mantelzorger. Hoe vind je nou die mensen bij elkaar om een dagje uit te organiseren? Nou, we hebben de werving gedaan via de kranten. We hebben een mooie folder gemaakt, die hebben we overal neergelegd, posters opgehangen, maar ook heel veel via mond-op-mond reclame, maar ook via professionals, dus via het WWZ-loket, via de case manager dementie, dus andere professionals in het netwerk. Dus echt op die manier zijn jullie op zoek gegaan naar mantelzorgers, want die moet je zoeken. Ja, je moet ze zoeken. Mantelzorgers zijn vaak onzichtbaar, vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze doen, realiseren zich vaak niet zelf van ik ben mantelzorger. Hoe ervaren ze de dag vandaag? Wat zijn de reacties? Nou, tot nu toe heel erg positief. Mensen hebben er echt zin in, hebben echt het gevoel van ik ben echt even een dagje uit, van alle zorgen weg. Ja. En ja, iedereen vindt de dierentuin leuk. Ook in Nijmegen kregen mantelzorgers uitgebreid aandacht. Het coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning hield samen met de stichting NEC Doelbewust en ROC Nijmegen op vrijdag 8 en zondag 10 november de Nijmeegse Mantelzorgdagen 2013. Hoe voelt dat nou om een keer zelf verzorgd te worden? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Heel fijn, ja. Heel fijn. Is het nou echt een dagje uit voor jullie? Ja. Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik vind het heel fijn. Leuk. Wel eens eerder hier geweest ook? Of? Nee, nooit. Nee, en goed georganiseerd. Leuk. Ja, heel fijn. Het lijkt erop alsof je dit vaker doet. Ja, al heel vaak. Ja, ja. En nu vrijwillig hier? Ja, ik ben hier vrijwillig om alle lieve mantelzorgers een keer een opfrisbeurtje te geven eigenlijk. Ja. Eigenlijk ben je nu zelf ook een mantelzorger? Ja, eigenlijk wel een beetje. Hè? Ja. Succes. Dankjewel. Je bent creatief bezig. Ja. Ik ga een visbordje maken. Een visbordje? Een visbordje. Ja, hier zijn al leuke voorbeelden. En toen dacht ik, ik ga mijn eigen visbordje, want ik eet best wel vaak vis. En toen dacht ik, dat lijkt me een leuk idee. Het ziet er leuk uit. Dat is verborgen talent, geloof ik. Nou, het is niet meer verborgen nu, hè. Wat maakt nou een goede mantelzorger? Het is heel moeilijk om een goed mantelzorger te zijn. Vaak ben je geneigd om te veel in te vullen voor in dit geval voor mijn schoonmoeder.
En dat je op een gegeven moment ook ziet dat ze dan ook een beetje passief worden. En op een gegeven moment heb je dat in de gaten, dan word je dus zelf uitgeput. En zo van, nou, ik zie het niet meer zitten, ik kan het niet meer. Op een gegeven moment merk je toch, op het moment dat je het zelf niet meer aan kan bieden, dat het toch wel gebeurt. En dan op een gegeven moment komt de zwonde, ik heb toen ook de zwond gebeld. En gevraagd van, en gezegd van, nou, dat ik niet meer aankom. En dan worden de andere hulptroepen. Dat komt dan eigenlijk vanzelf op de een of andere manier. Eigenlijk stroom je er ook gewoon in als mantelzorger. Het is niet iets wat je daar waar je voor kiest. Nee. Daar stroom je vanzelf in. En op het moment dat het te veel wordt, dan is de zwond die dat dan voor me opgelost heeft in dit geval. Heeft u het lang gedaan? Ja, een jaar of 8. Best wel intensief. En een hele huishouden een beetje overgenomen. Samen met mijn man natuurlijk. Ja. Hoe ervaart u nou zo'n dag als vandaag? Ja, erkenning. Een stukje erkenning. Het voelt heel goed. Zo van, nou, ook wat terugkrijgen. Ja. Ik ben benieuwd hoe het bordje eruit gaat zien. Gaat goed komen hoor. Dank u wel.